Hallo allemaal en superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag heb ik een shoplog voor jullie, want ik ben namelijk in Spanje en heb heel leuke sieraden spulletjes gekocht. Hier in beeld komen enkele video's of zo van in de winkel, want dat was echt een super grote winkel. En dat is zo'n heel wand vol met sieraden spullen. De winkel lag ergens in Spanje, dus ik kan niet zeggen waar ik het heb gekocht. Maar ik weet wel dat het ergens in Spanje ligt, in dit stadje hier zo. En ik heb nu een unboxing met jullie, dus zijn jullie benieuwd wat hierin zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Laten we maar snel beginnen. Alles zit hier in deze zak, dus ik ga even omtrappen. Als eerst heb ik hier heel leuke glittertjes. Het zijn 12 busjes met allemaal verschillende glittertjes. Zo van die 6 hoeken en dan zo van die hartjes, als je dat kan zien. Ik weet niet goed of je het ziet, maar dit zit er allemaal in. Dan zulke schelpjes. Twee van deze satijnrollen. Ik vind die echt heel mooi. Dat is zoiets blauwgroenigs en pastelpaarsachtig. En op elke rol zit... ik weet niet hoeveel meter erop staat, want dat staat alleen... Dat staat niet meter, maar zo een yard of zoiets. Als volgende heb ik een heel leuke confetti. Dat is zo roze confetti. Met wit en dan zo van dat roze goudachtig. Dit hè? Heel veel letterkralen. Ik weet niet hoeveel het er zijn. Maar ik weet dat er heel veel zijn. Kijk, maar die zijn zo heel cool. Het zijn echt gigantisch veel. Dan 4 mm parels. In deze kleur. En ik heb die ook in deze kleur. 3 mm parels. Dat zijn best wel veel. En dan 4 mm parels in deze kleur. En dan heb ik hier een 1 en een 6. Ja, nu dan het spiegelbeeld. Maar dat staat dus op 16. Voor mijn sweet sexy. En het thema is roze goud. Dat is echt heel leuk. En ook nog roze. Achtige ballonnen, roze, roze goud. Iets in die regio. Het is niet echt helemaal roze goud, maar het is ook niet echt roze roze, dus ja, er is in. Heel leuke oogjes. Ik wilde er eigenlijk meer, maar ze hadden niet meer oogjes dan dit. Dat is wel een beetje sad, maar maakt niet zoveel uit. Ook wel stickers, echt heel veel. Dan super leuke belletjes. Ik had echt dringend nodig ofzo. Of ja, ik had dat niet dringend nodig, maar het is wel leuk voor mijn voorraadje. Want die was bijna op. En dan als laatste deze heel leuke hartjes. Het zijn zo van die neonhartjes. Echt super mooi. Dan is dit alles wat ik heb gekocht. Alles. Het is eigenlijk echt best wel veel. Dus vonden jullie het een leuke video? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!